met één knop op de druk. Met één druk op de knop gaat hij dicht. Gaat de fontein open. En je hebt hier Fernandes. Je hebt hier Fernandes bakkerij. Ja, ik lach omdat de vier op de grond zit. Dat hij niet wil wachten. Dat het die grond. Was het gaan regenen, dus dat doen we echt. Vanna, je lacht! Sorry. Ja, zeg het, grappig hoor. Les is best wel rond. Ik verdien trofee. Ik kan hem zoeken naar de grond. Word ik dan jouw bee? Hey jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben net wakker geworden bij onze resort waar we gisteren zijn aangekomen, Brombella. Ik ben echt net wakker, helemaal vies nog. Wat mijn gezicht was hoor. Ja, nou, ik leef nog, dat wel gelukkig, maar die pijn is steeds heftiger. Ik zeg jullie eerlijk, dit ontbijtje is wel het lekkerste ontbijtje dat ik hier in Suriname heb gegeten. Jij? Wat? Dit ontbijtje is wel een van de lekkerste ontbijtjes die we hier hebben gegeten. Ja. Het is nu... Oh. Je filmt echt de half, je half. Nu kort over 10. We moeten 12 uur uitchecken. Dan gaan we naar het huis van mijn oom. Ik ga jullie die laten zien. Hij is heel mooi. En dat is ons verblijf voor de laatste paar dagen. We zijn bij best wel veel plekken hier te slapen. Dus ja, zo kunnen jullie ook een beetje afwisseling zien van andere verblijven. Hermanos. Oei, oei, oei. Ik besef nu pas dat ik gewoon een suikerklontje zit te eten. Ik voel me echt gepaard. Yo, waar zit ik dan jongens? Er is niemand. Nou jongens, we rijden nu weg bij Brombella. Eén dagje hier zo. We gaan nu naar mijn oma in Lelydorp. En ja, mijn stem sloeg helemaal over. En ik ga nu even afscheid nemen van mijn familie daar. Want de laatste 2 dagen verblijven we in de stad en gaan we niet meer naar Lelydorp. Dus ja, ga ik nu rijden. We zijn nu bij het huis van mijn oom en ik ga jullie een rondleiding geven hoe het hier uitziet. Nou, hier heb je een parkeergelegenheid. Je krijgt dan een sleutel van de garage. Super goed beveiligd. Dus als je een auto gaat huren, dan krijg je ook een sleutel van het hek. Dan krijg je het hek, dan ga je het hek mee openmaken. Dan heb je hier een beveiligde parkeerplek. Met 1 druk op de knop gaat hij dicht. Met 1 knop op de druk. Met 1 druk op de knop gaat hij dicht. Hij luistert niet even goed. Kijk hier. Dan kom je hier. Hier verbleven we de eerste dag, omdat we snel weggingen naar het resort. Dit is een hele kleine kamer. Een extra kamer die je. Ja, een extra kamer. Het is gewoon een heel klein kamertje met een keukentje en hier een slaapkamer. Hier verbleven we. Alleen, ja, je ziet dat ik en Daf hier nog hebben geslapen met de badkamer. En nu gaan wij in het grote huis verblijven. Dan ga ik jullie nu naar meenemen. Even dicht. Zo. De ingang is hier om de hoek.
Maar je kan dus ook via hier om de hoek naar binnen. Maar dit is de officiële voordeur. Je hebt hier ook nog een mooie plek om even buiten te zitten en zo. Nou, gaan we nu naar binnen. Dit is de woonkamer. Met een tv'tje. En een heel mooi zwembad. Waar Davio niet in kan zwemmen. Kijk, en zo gaat de fontein open. Zijn nou fontein open? Ik bedoel, de fontein aan. Wauw. Gaan we nu naar de kamers? Nee, dat gaat niet. Ik moet naar de toilet. Naar de wc? Ja. Ga dan. Even al het licht aandoen. Even kijken hoor. Moet ik eventjes uitvinden hoor. Er zijn heel veel knopjes. Er is al zo eentje waar je kan kloppen. Kijk eens naar die boeken. Wacht even hoor. Even kijken hoe al die lichten aangaan. Oh, mooi. Nou, dan heb je hier de wc. Dan moet ik dus weer. Waar moet jij nu naartoe? Om te zetten aan kijken voor haar vriend, want ik moet naar het toilet. Ja, maar net deed je even irritant, dus nu ga je lekker daar blijven liggen. Hier heb je een keukentje. Kan je lekker koken zelf. Dat is een koffiezetapparaat. Een rijstkoker. Hier achter heb je het washok. Dus je kan ook gewoon lekker je eigen kleren wassen en drogen. En voor de mensen die de vlog van gisteren hebben gezien, die hebben natuurlijk gezien dat ik mijn kleren naar wasseret heb gebracht. Maar hier kan je dat gewoon lekker zelf doen. Gaan we nu naar de kamers. Kijk, licht aan. Nou, dan heb je hier de eerste slaapkamer. Het is gewoon een net bed met een kledingkast. En een badkamer met wc. Dus die heb je dan gewoon gelijk in je slaapkamer. Dan heb je hier nog twee deuren. Ik ben even vergeten wat hier zit. Die is op slot. Heb ik die slot? Dit zijn volgens mij ook nog twee slaapkamers. Hier zijn ook nog twee slaapkamers, maar omdat ik alleen met Davio ben, zijn die deuren waarschijnlijk op slot. Maar ja, het is dus een tweepersoons bed. Dus in totaal kan je hier met ongeveer 6 mensen verblijven. Wat ik wel moet vernoemen is dat ze hier het liefst klanten hebben voor langer termijn. Dus wil jij maar een weekje verblijven, hebben ze dat liever niet. Maar je kan toch altijd nog even proberen te onderhandelen. Misschien, ja, misschien doen ze het wel, misschien niet. Jullie moeten even contact opnemen. Alle informatie van het verblijf staat in de beschrijving. Dus wil je hier graag verblijven? Stuur dan even een appje naar het nummer in de beschrijving. Het is ook heel gelegen. Het is maar 10 minuutjes van de stad rijden. En je hebt hier een Fernandes bakkerij. Ja, ik lach omdat de vier op de grond zit. Dat hij niet wil wachten totdat het die groot doet. Oké, ik ga het. Oh, ik kan gewoon USB opladen. Nou, ik ga die rolstoel voor je pakken, ja? Of ben je al goed? Nee, doe maar een rolstoel. Hey, zullen we naar Hesties gaan? Ik heb echt honger. Wil je nog gaan eten of niet? Massage. Do you want massage? Nosy, said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my niggas owe me. I gotta be single for a while.
bitch just annoying me. And I'm too about it. In the dirt that they threw on my name, turn to soil and I grew about it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling. Onderweg naar de gemeente Adamhoekstraat, daar is een zaakje en het heet Patatje Tot en Met. En ze hebben ons een berichtje gestuurd of ik en Davio hun eten willen uitproberen. Dus we gaan er nu naartoe. Het is echt letterlijk 10 minuutjes rijden van ons huis. Dat is toppie joppie joppie. En ik ga even kijken wat ze daar hebben. En dan gaan we een taste test doen. Jullie krijgen gelijk een taste test van mij. Yes. Ik zweer echt voetgangers zijn hier echt dood. Hè. Ze lopen gewoon. Die honden ook. Bij die honden denk je ook vaak dat ze... Oeh, het gaat maar net goed. Ja. Ik heb wel honger al. Ja, ik ook. Iemand zei, ik heb nu vlechten toch? Ja. En iemand die had dus gezegd, sorry hoor, maar je lijkt op John F. Fraser. Ja. Dat hoor ik echt al sinds. Ik kan wel schreeuwen als John F. Fraser. Ja, maar die vind ik gelijk niet meer grappig. Kijk jongens. Palambomen. Ja, die heb je niet in Nederland. Ja, als Nederland palmbomen had, zou het echt wel gelijk een stuk mooier zijn dan Nederland. Maar die kunnen ook, als die daar geplaatst zouden worden, zouden die daar denk ik ook niet overleven. Nee, maar gewoon neppe palmbomen. Ja, neppe. Je kunt alles nep maken. De fake ones. Ja. Nou, het was even zoeken, maar we hebben het gevonden. Het is bij de verlengde Annemoestraat en dan heb je hier... Oh, het is helemaal nat hier. Oh, joh. Kijk, hier heb je het tankstation en dan hier tegenover is het raampje. Nou, dit kan je allemaal hier halen. Nou, eet smakelijk. Ziet er wel goed uit hoor. Nou, we zijn weer terug. Ik ga even het bed opmaken. En even een paar vlogs editen. En dan daarna gaan we even naar mijn oma. Omdat we wouden eerst naar Hesdy's gaan om te eten. Maar we hebben net al een burger en patat gegeten. Dus het zou er even te veel worden. Dus gaan we lekker bij mijn oma eten. En die heeft gewoon gezond eten gemaakt. Dus dat. Ik ga even snel editen. En dan zie ik jullie zometeen. Nou, Vonnok is mijn verzorgster, jongens. Daar ben ik wel heel blij mee. Spullen uit mijn tas? Ah, dikke foto, hè? Maar je laat nu spullen uit mijn tas vallen. Nee, maar hij is nog niet open. Maar je moest alleen één ding uit mijn tasje pakken. Maar nu, kijk, alles wat daar nu in zat, al mijn pasjes, liggen nu op de grond. Helemaal niet, wat geen ding viel. Waarom laat je hem ook open doen? Ja, dankjewel. Wat is dit? Zo, ik wil altijd. Heel die uitlaat komt in mijn mond, man, als ik zeg. Alleen die deur hier nog eens open, toch? Ik ga eerst even naar achteruit zodat ik die rolstoel naar binnen kan doen. Mag dat? Heb ik daar toestemming voor? Dankjewel. Ja, ik wil liever een patiënt die wat minder zeurt. Mag dat? Maar je bent dan niet echt een goede begeleiding, hoor. Je stelt me niet echt op mijn gemak dan. Nee, maar ik krijg er ook niet voor betaald, dus. Nee? Nee. Oh, in natura gelukkig wel een beetje, hè? Ja, nou half. Ik kan niet meer zoveel. Nee, jij moet nu al het werk doen. Zo zie je maar, hè? Ja. Hoe lastig het wel niet is. Precies. Hij raakt wel echt niet naar... Ja, naar asbest gemixt met... Naar motor, maar dat rook je eerst niet, toch? Ja... Weet je wat het is? Als het kapot gaat, heb ik het altijd niet meer. Ja... Wat is het nadeel ervan? We gaan nu naar Vonneke's oma. Vonneke pakt nu even de rolstoel waarin ik rijd. Het is echt een heel mooi huis hier. Nou, dan pak zij mijn rolstoel en dan gaan we rijden. Ik wil zeggen, dan gaan we varen, maar we gaan dan rijden. Nou, mijn oma vindt dat heel helemaal zielig.
Ja. Dan ga je van, dus we gingen steeds hoger, hoger, hoger. Mm-hmm. Alleen afremmen is heel moeilijk. Niet moeilijk, ne? En bij de laatste baan was het gaan regenen, dus hadden we even... Van je lach! Sorry. Ja, zij vindt het grappig hoor. Nee. Maar, dus toen had het net geregend, dus toen zei die gids nog van eigenlijk moeten we nu stoppen. Nee. En toen was hij toch gegaan, toen dacht ik ja oké, dan ga ik ook. En toen kon ik niet remmen, maar eigenlijk was ik ook nog eens te zwaar, want ik weeg 100 kilo. Mm-hmm. En die man weegt 70, hij zegt maximaal gewicht is ongeveer 70 kilo. Mm-hmm. Dus, en dat zei hij ook pas toen we bij de derde lijn waren. Dus toen dacht ik oké, ik ben al helemaal boven, ik ga niet weer terug naar beneden. En toen kon ik niet remmen, dus mijn rem gleed. Oh. En hij zei, jij weegt zwaarder dan ons, dus jij kwam 70 kilometer per uur tegen direct, die... Direct zeggen ze iets, hè? En bij die eindpunt hadden ze ook een kussen. Mm-hmm. Maar ja, het is een kleine kus, ik ging daar gewoon doorheen. Met mijn voeten. Maar die man zei ook van, je hebt geluk dat ik zo deed. Want stel dat ik ging draaien, dan kwam ik met mijn hoofd tegen die boom. Jongens, hebben jullie ooit zulke grote olijven gezien? Ik maar even botox ingespoten. Wat? Dat is een botox olijf. Heb je ooit zo'n grote olijf gezien? Ik heb een mini... Wil je proeven? Is dit de olijf? Ja. I'm dead. Smaken niet naar olijf. Mijn moeder bouwt echt... Nee, ik wil die niet. Het proef als een combinatie van een appel en een olijf in één. Ik ben een beetje in de war van de smaak. Moet ik dit allemaal voor mijn moeder meenemen? Jij moet het delen met je moeder, twee voor jou. Alles is dan voor mij, hè? Maar dat is het, dat krijg je met je moeder. Maar is het echt een olijf, oma? Ja. Want deze zijn de kleine. Die grote is krokant, maar die kleine is niet zo. Ik dacht, het smaakt echt naar een olijf. Maar het is echt heel zoet. Zoete olijf. Zoet en zuur. We gaan, dus dat zit zo. Dat zei die man, vertelde hij me. Het zit normaal zo. Want dit is dan mijn enkel, toch? Ja. En dan is het zo gegaan. Dus nu moet het weer langzaam terug gaan. Hmm. Ja. Dus hij is gezakt in hem. Dus jongens, mijn oma heeft een fles Makusa sap voor ons gemaakt. We kunnen het meenemen. En ze heeft ook boyo gemaakt, die ga ik straks stelen en meenemen. Ja, het is de laatste dag. Mijn tante woont hier tegenover en ze is gewoon weggegaan. Dus we kunnen helaas geen gedag zeggen tegen mijn tante. Weet je wat we doen? Nou? We pakken een draw van die hond. Ja. En dan leggen we die daar voor de deur. En dan schrijven we op een briefje. Groetjes voor Nukke en Davini. En Bogo. En Bogo. Ja. Hey, Bogo is wel echt snel gegroeid in een week hoor. Ja, want Bogo viel eerst altijd om dat hij te dik was toch. Ja. Nu loopt hij wel echt stabiel. Voor de mensen die nu zeg maar... Hij heeft al deugd hoor. Ja. Echt? Ja. Maar hij bent niet hard toch? Wat? Ja. Binnen een week. Voor de mensen die nu pas deze video kijken, ga jullie laten zien wie Bogo is. Ah, Bogo zit bij zijn moeder. Hey Bogo! Hi knapperd! Hey Bogo! Ja, deze hond doet altijd vuur. Bogo, niet met mijn voet. Bogo speelt altijd met mijn voet. Jij bent zo lief. Auw.
Nou opa, ik ga er weer vandoor. Ik ga weer terug naar Nederland. Hai, Abong. Hai, Baya. Nou, ik hoop dat ik u weer snel zie. Ik wil eigenlijk in augustus ook weer terugkomen. En ik hoor dat mama ook in augustus gaat gaan. Dus dan kom ik met Angelique Chili hier. Nou, is goed. Later. Ja, ja. We gaan er weer vandoor. Ja hoor, dankjewel. Dank wel voor alle lekkere eten. Niks hoor, krakken dan. Ja. Vio is sowieso ook een paar kilootjes bijgekomen voor al het lekkere eten. Oh, ik ben nog niet klaar, het gaat blijven bijkomen. Denk ik. Ik ook hoor. Ik heb die makoesas op in de auto gezet. Ja. Vlees is voor de, wat zeggen ze? Vlees is voor de honden. Botten is voor, nee, botten, vlees is voor de mannen, botten is voor de honden. Ja. Ja. Maar hier eet ze ook al het vlees op hoor. Nou jongens, ik heb mijn make-up eraf gehaald. Lig in bed. Video's aan het editen. Dit was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En laat dus even weten wat je van deze vlog vond hier in de comments. Later.